Wist je dat op lange termijn slechts 1% van de investeerders erin slaagt om de globale markt te verslaan? En dat is op basis van puur geluk. Welke strategie het beste werkt voor rendement, horen we van vermogensbeheerder EasyVest. EasyVest is een fintechbedrijf dat gestart is in 2016. Fintech, financiële technologie. De ambitie van de twee oprichters, Mathieu en Corentin, was destijds om Belgen te helpen hun geld te beleggen op een eenvoudige en goedkope manier. Intussen hebben we het vertrouwen gewonnen van 1200 Belgische gezinnen die ons een totaal van 82 miljoen euro assets onder management hebben toevertrouwd. We hebben een heel sterke ambitie en dat is om elk jaar te verdubbelen. We bieden dus een platform en een zeer performante app aan waarmee je eigenlijk heel gemakkelijk een account kan openen en beginnen beleggen vanaf 5000 euro. Of sparen voor je pensioen. Daartegenover staan er ook fysieke adviseurs, waaronder mezelf, klaar om al onze klanten te helpen en vragen te beantwoorden. De strategie van EasyVest is volledig gebaseerd op passieve belegging. Dat wil zeggen, passief beleggen, dat je de financiële markten gewoon gaat volgen en die niet tracht te verslaan. We geloven in principe dat het op lange termijn onmogelijk is om die financiële markt te verslaan. En dat is trouwens ook al bewezen, onder andere door William Sharp, een wereldbekend economist en Nobelprijswinnaar. Daarom is het eigenlijk beter om effecten te kopen en deze voor de langere termijn aan te houden, zelfs tijdens de crisis. Wel, met onze passieve beleggingsstrategie investeer je in ETF's of trackers. In het algemeen is bewezen dat ETF's doorgaans dus betere rendementen vertonen dan vergelijkbare traditionele fondsen. De reden daarvoor is tweezijdig. 1. Je betaalt minder beheerskosten. 2. Beheerders van traditionele fondsen maken op een heel actieve manier keuzes, maar dat zijn niet altijd de juiste keuzes.